Hallo, ik ben Barry Powell, 34 jaar, spits, kom uit Amersfoort en mijn vorige club was Roda JC. Barry, veel clubs gehad in profvoetbal en nou bij Kozakke Boys. Hoe ben je terechtgekomen? Ja, het eerste contact is via de trainer gegaan, Danny Buijs, die ik natuurlijk nog ken van onze gezamenlijke periode bij ADO Den Haag. En die vroeg of ik open stond voor Kozakke Boys, dus zodoende. Ja. Je bent hier nou een paar weken, hoe bevalt het hier? Ja, het bevalt goed. Het is een leuk club, een leuke groep jongens ook en wordt goed getraind. En ja, je ziet met de eerste wedstrijd ook gelijk een hoop publieke belangstelling, dus het leeft hier wel. Je hebt nog een tijdje bij Team VVCS meegetraind met de hoop op een profclub, maar toch naar het amateurvoetbal. Ja, dat was meer ook om te zorgen dat ik in ieder geval fit was en dat ik wedstrijden kon spelen. En nu hier. Je had het al over een leuke groep. Kan ook gepresteerd worden met deze groep? Daar ga ik wel vanuit, maar ja, dat zal moeten blijken. Hè? Dus dat gaan we zien. Je hebt er zelf al twee inhangen in de voorbereiding. Ook een lekker gevoel, neem ik aan. Ja, absoluut. Als spits word je gehaald om doelpunten te maken. Dus ja, als je allebei de wedstrijden scoort tot nu toe, dan kan je tevreden zijn.